Ik geef maatschappijleer. Tijdens mijn lessen merk ik dat jongeren nog weinig snappen van politiek. Ze weten nog niet echt hoe ons politieke systeem werkt. Begrippen zoals liberalisme of socialisme zijn nog lastig. Op mijn school krijgen leerlingen pas in 5 VWO-maatschappijleer. Dan zijn ze soms al 17. Als de stemleeftijd verlaagd wordt, dan moet er op scholen extra aandacht komen voor politiek en burgerschap. Daarnaast heeft deze jonge doelgroep nog moeite. Met het herkennen van nepnieuws. Dit heeft ook invloed op hun stem en kan daardoor indirect schadelijk zijn voor onze democratie. Daarom ben ik tegen.